hem laten zien. Goedemorgen, het is zondag en ik lig nog zo lekker in mijn bed. Ik heb zo lekker geslapen dat ik er echt niet uit wil. Marcus zat beneden met Sarah. Het zonnetje kwam net helemaal lekker naar binnen, want ze hadden het gordijn al open gedaan. Dat ik echt dacht, oh, dit is zo fijn. Gewoon hier alleen maar lekker liggen en genieten en helemaal niks doen. Maar goed, ik zal er zo toch uit moeten. En ik heb ook geen idee wat we vandaag gaan doen. Oh. Het is een hoop wat we moeten, maar we hebben het nergens over gehad. Dus we gaan het gewoon zien. Ja, ik draai hem nog één keer om. Ik blijf nog heel vlek liggen. En dan ga ik eruit. Ik ben gedoucht, ik ben aangekleed, maar ik ben zo verschrikkelijk lui vandaag. Ik heb gewoon echt geen zin. Ik ga wel even vast een stukje eten klaarzetten voor vanavond. Dan heb ik dat in ieder geval sowieso wel gedaan. Maar verder, ik heb gewoon geen zin. Ik ben natuurlijk trouwens ook bezig met opruimen. En ik moet ook echt de vriezer opruimen, want echt, hij heeft een beetje dicht aan het vriezen. Ik heb hem wel goed bijgehouden, maar Sarah laat hem ook nog wel eens een stukje openstaan. Dus dat helpt ook niet echt mee. En dat is ook zo leuk. Leeg. En dat slaat wel in de vriezer. Why? Why? Maar ik heb nog heel veel ijsjes, dus ik denk dat ik Sarah maar gewoon vandaag aan even wel waterijsjes ga zetten. Zo leuk. Ik ging net even bij Sarah kijken. En die is zelf iets aan het doen. Ik vind het zo schattig. Ik vind het echt helemaal een scherpje van. Ik ben heel trots op zijn. Ik ga het stiekem laten zien. Ben je zo lief aan het opruimen? Ja. Helemaal zelf. Ik vind het echt heel goed. Ze is helemaal de la aan het opruimen. En heel de kamertje is ze helemaal netjes aan het maken. Maar ik wil ook een doekje. Die babydoekjes. Dat ben je met babydoekjes aan het schoonmaken? Ja, dat komt doordat... Weer geen schoonmaakdoekjes heel goed zijn. Ja, die zijn beneden. Ja, dus kan je een babydoekje pakken? Nou, pak ik een babydoekje voor jou. Ik vind het zo leuk en lief dat jij dit doet. Echt. Want ik ben nog... Trotse mama hier. Ja. En welkom bij deze video. We gaan vandaag de video doen wie het mooiste kan dansen. Trouwens, heel graag onder... Graag hieronder bij ons op onze kanaal ga je dan like, klik en dan typen wie je het mooiste vond. Geef natuurlijk wel een duimpje. Maar ik kan niet van jou winnen. Mooiste dan? Doet papa het goed, Sarah? Ja. Ja? Met je speldendiadeem. Je bent wel creatief. Donkerblauw zit hier allemaal in, schat. Dus moeten we even een andere kiezen. Zullen we deze nemen anders? Of donkergroen? Laat hem dadelijk wel zien. Lichtblauw is ook leuk. Ja, maar die zit hier ook overal al een beetje in. Dus ik wil eigenlijk een kleurtje die we nog niet hebben. Het is donkergroen. Healthy snack het vandaag. Zo, echt een vage in zijn wijs die. Maar echt, hij zit daar. Dat soort vlekje, zeg maar, daar. Maar je hoort hem echt gewoon tik, tik, tik overal tegenaan vliegen. Ik ga inzoomen. Ja, het staat maar hij maakt echt veel herrie als het ergens tegenaan vliegt. Echt bizar.
En wat het precies is? Een raar vies beest. Ik probeer het te pakken. Ja, maar... Oh. En... Nou, je weet je niet. Nu ben ik pakken wel. Ja, geloof het zo. Ben je maar zo slui. Geen pakken meer, Miel. Ga dan. Spring even over de klok heen. Nou, Miel, denk jij hebt te eten, hè? Misschien ga ik daar wel even bij kijken. Luiert. Je bent lui, Miel. Voor je bekeken. Miel zit echt de hele tijd. Ja, wil niet scherp stellen en ik heb geen zin om een lamp aan te doen. Ze wordt helemaal gek van dat beest. Maar je hoort hem echt elke keer vliegen. Tak, 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 overal tegenaan. Zie je hem zitten? Hou hem goed in de gaten, hè? Ja. Jammer, hè, dat je er niet bij kan. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even hieronder. En laat natuurlijk even een duimpje achter. En dan zie ik je morgen. Doei doei!